Dit is de afscheidsavond van de gemeente Woudrichem. Dit is Woudrichem slaat af! Hier inmiddels met burgemeester Noordegraaf. Burgemeester, hartelijk welkom in uw eigen gemeentehuis, in uw eigen raadzaal. Geweldig, hè? Ja. Het lijkt wel een studio nou, vind ik. Ja. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Wat zijn uw verwachtingen van vanavond? Nou, die zijn natuurlijk zeer hoog gespannen. En als ik kijk hoeveel mensen hier zijn, ja, daar word ik eigenlijk stil van. Ja. Want kinderen, mevrouw uiteraard als eerste de kinderen, en heel veel bekenden vanuit de gemeente, van buiten de gemeente, mensen die 100 of meer kilometers gereden hebben om hierheen toe te komen, dat is toch wel fantastisch. Ja, zeker. En dat is natuurlijk eenmalig, dus het geeft ook wel een beetje een dubbel gevoel natuurlijk, maar dat mag ook, denk ik. Maar fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Hoe zit het met de zenuwen? Ja, die probeer ik altijd te onderdrukken natuurlijk. En ze zeggen altijd, het is best als je het niet merkt. Maar ik heb ze natuurlijk wel een beetje, laat me gewoon eerlijk zijn. Ja. Ja, ik wil de druk niet opvoeren, maar buiten staan ook nog honderden mensen te kijken. Oké. Ja, echt. Nou, dat, ja. Gewoon niet over nadenken. Geweldig. Ja. Ja. Als u nu terugdenkt aan uw periode in Woudrichem, wat blijft u het meeste bij? De contacten met de mensen. En dat is, ik hoop daar vanavond nog op terug te komen, dat je laat zien dat je er voor de mensen bent. Volgens mij is dat ook het geheim, niet alleen maar ook het belang van het openbaar bestuur. Dat je niet vanuit een hoge positie daar mee bezig bent, maar dat je ook, we hebben dat van de week ook gehoord bij het symposium, waar een van de professoren daar een prachtige verhaal heeft gehouden, je hart laten spreken. En dat werkt, en dat gaat er niet om dat ik zo goed doe, maar dat blijkt ook uit de mensen die hier vanavond zijn. Ja. Nu heeft u, nu bent u zelf niet woonachtig hier in dit gebied. Dat maakt niet uit. Nee, heeft u zich altijd welkom gevoeld? Ja, vanaf het begin. Ja? En het mooiste is, ook wel even leuk om te zeggen, dat ik heb van heel veel mensen gehoord die zeiden van, we merken eigenlijk niet dat u hier niet woont. Dat geeft iets aan. Ja. Prachtig toch, hè? Maar u wil niet verhuizen naar Altena straks? Daar hebben we het nog niet over gehad. Nee? Ik kijk natuurlijk eerst eens even hoe Altena zich ontwikkelt. Hè. Je moet altijd even een tijd nemen om te kijken hoe dat gaat. Zeker, zeker. Dus wat dat betreft dan met belangstelling kijken naar de nieuwe gemeente. Maar vanavond kijken we terug. Absoluut. Dat gaan we zeker doen, want ik heb begrepen 45 jaar gemeente Woudrichem, om en nabij. Ja. Een hele periode. Ja. De laatste tijd heeft u samengewerkt met uw college. Ja. Vertel nou eens een leuk, misschien smeuïg verhaal. Van het college van Woudrichem? Ja, van dat groepje. Wat de buitenwereld niet weet. Nou, dat het mensen zijn die zich geweldig hebben ingezet voor de gemeente. 55 maanden heb ik met dit college kunnen werken, mogen werken. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid. En dat het altijd in een goede harmonie is gegaan. Ik zeg altijd, als er dingen zijn die bespreken we binnen het college. Dus ik vertel gewoon niet alles. Dat doen we gewoon niet. Maar op de manier waarop dat gegaan is, is ook gewoon in het belang van de gemeente Woudrichem geweest. En dat is tot het laatste moment gebeurd, omdat wij natuurlijk de laatste fase echt bezig geweest zijn met die fusie. En wat er allemaal mee samenhangt. En ja, dat is gewoon op een heel plezierige manier gegaan. En ik wil daarbij betrekken, want we hebben ook werkkapitaal hier in huis. En dat zijn onze medewerkers. En die hebben het ook mogelijk gemaakt dat wij dit hebben kunnen doen. Ja. Dus ook daar is een verbinding geweest en eigenlijk nog tot op de laatste dag. Maar u heeft veel samengewerkt, hè, met Isaac, met Paula, met Renze, met Ad Doleslager, de gemeentesecretaris. Ja, de gemeentesecretaris, ja. Ja, daar hebben we echt wel eens. Gaat u die mensen niet missen straks? Ik ga ze echt missen. En als je had het net over de secretaris, dat is een man die heeft buitengewoon veel humor. Hè. Dus ook binnen de collegevergadering hebben we echt wel eens onder de tafel geleverd lachen. Dat gebeurt ook wel eens een keer. Dat is ook wel mooi. Maar natuurlijk ga je mensen missen omdat je intensief met deze mensen hebt samengewerkt. En op een hele plezierige manier. Daar ben ik heel blij mee. Nou, mooi. We gaan een hele intensieve avond beleven. Ja. Met allerlei hoogtepunten. Leuke gasten aan tafel. Zullen we aan tafel? Graag. Aan tafel. En aan tafel zitten Isaac Koedoot en Paula Jorisma, twee van de wethouders van de gemeente Woudrichem. Isaac, om met jou te beginnen.
De Slangentoren in Giessen, dat was een van de hoogtepunten, heb ik begrepen, waar jij graag op terug wilde blikken. Ik denk, de Slangentoren in Giessen, wat is dat? Nou, ik zal niet in die zin uitleggen wat een slangentoren is, maar het is eigenlijk de oude brandweertoren die in Giessen staat. Al jaar en dag heeft altijd dienst gedaan om slangen te laten drogen van de brandweer. Er is een nieuw wijkje omheen gebouwd en de toren is blijven staan. Aanvankelijk zou die afgebroken worden. Ik was, ik denk een week wethouder ongeveer. En toen werd er een petitie aangeboden door de inwoners, in ieder geval een groot gedeelte van de inwoners van Giessen, dat de slangentoren moest behouden blijven. Dat was een markant punt voor Giessen en die mocht niet weg. Nou, dat was om een prachtige zomeravond en ik zat in Brabantsland met ongeveer 250 inwoners en even zoveel kinderen. En dat was de eerste confrontatie, ik wil niet zeggen met de burgeropstand, maar wel met het burgerinitiatief ja. Om hem te handhaven. En we zijn in een goed onderling overleg en dat heb je gewoon nodig in heel veel zaken. Er zijn we tot besluit gekomen dat hij is blijven staan, hij is opgeknapt en nu is er één inwoner in Giessen, die heeft hem in zijn tuin staan en die heeft de hoogste schuur van Nederland. Keilig. Daar komt het ongeveer op neer. Ja. En dat was dus een van de dingen die u mooi vond om met mensen, met de inwoners uit Woudrichem samen te werken en uiteindelijk iets te behouden eigenlijk. Er zijn nog veel momenten gevolgd, maar het was wel gelijk van mij de vuurdoop. En van hoe ga je om met een hele grote groep burgers. Want elke beslissing, ik had er net ook in de hal even met iemand over. Je neemt de beslissing als college, maar soms ook als wethouder individueel om een richting aan te geven. En daar waar je in het voordeel van de een beslist, beslis je in het nadeel van de ander. En het is altijd een weging tussen een individueel en een algemeen belang. En dit was een algemeen belang. Men wilde dat ding blijven behouden. En ja, dan moet je op zoek naar een mogelijkheid. En dat was dus voor mij gelijk de vuurdoop. Ja. Ik was kerstvers wethouder dus. Ben je er dan ook trots op dat is gelukt? Ik vind het mooi en de burgemeester gaf net ook wel even aan, dat is iets wat je niet alleen doet. Je doet dat met een heel team van mensen, de ambtenaren hier in huis, maar ook de mensen uit de omgeving vandaan. En dat is een besluit, daar kom je met elkaar toe, dus dat is dankzij de inzet van heel veel mensen en de meningen waar je naar luistert. En het is vooral luisteren. Gooi er bij een wethouder of bij een gemiddeld raadslid een euro in en je krijgt een uur geluid, maar het is daar met name het luisteren, het ophalen van informatie en je conclusies trekken. Ja, we zien op de achtergrond, we zagen net het strandje van Andel. Dat was ook een persoonlijk hoogtepunt, mag ik hem zo noemen? Nou, geen hoogtepunt. Ik heb 18 jaar hebben wij als gezin in Andel gewoond. Ik ken het strandje en ik ken ook de aanlegstijgen. En dit is eigenlijk de hele andere kant waar je als wethouder of als gemeentebestuurder mee te maken krijgt. Ik denk dan terug, met name in die periode, en dat was niet ongeveer in deze tijd dat de foto gemaakt is, aan het verdrinken van een kind van een asielzoekersgezin wat bij ons woonde. Dat is daar verdronken. En in dezelfde periode is er ook een inwoner van Andel en die kon ik persoonlijk heel goed bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. En dan worden er totaal andere kwaliteiten van je verwacht als gemeentebestuurder om het te zijn. Terwijl dat je ook je persoonlijke band met die mensen hebt. En je wordt dan geacht als afvaardiging van de gemeentebestuurder te staan. Maar je staat er ook gewoon als mens Koedood, als Isaac Koedood, die mensen kent. En dat is een totale andere invalshoek. En dan merk je ook hoe goed en hoe belangrijk dat die relatie in het college is, want ook dat doe je met elkaar. Ja, en die ruimte krijgt u dus bijvoorbeeld dan van de burgemeester om ook die rol zo in te vullen? Ja, sterk genoeg, eigenlijk is het altijd een gezamenlijk optreden wat je doet. Kijk eens even hoe prachtig dat eruit. Die gemeente is fantastisch. Dit is een stukje van Andel. Nou ja, hij is al weg. Ja? Hij is al weg, ja. Nou ja, dit is ook mooi, maar Als mensen die hier van buiten komen, dan nodig ik u uit om toch eens wat meer kennis te nemen van het gebied van Altena. Want het is in Woudrichem als centrumgemeente van de drie gemeenten, zeg ik Altena. We hebben Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Nou, Woudrichem is altijd in het hele proces de centrumgemeente geweest. Zegt gewoon hardop, maar mag ook wel een keer. En dat zie je ook als het gaat over de omgeving. Een prachtige gemeente met zoveel mooie dorpen. Een fantastisch gebied. Dus allemaal welkom straks om in de zomertijd hier eens een keer rond te rijden. Dat is echt fantastisch, ja, toch? Alleen dan aan het begin het bordje Altena. Ja, maar dit gebied blijft hetzelfde. Ja, zeker. Ja, absoluut waar. We zagen net ook al eventjes het bedrijventerrein van het voormalig Fortterrein. Hè, zo wordt het volgens mij in de volksmond genoemd. En straks wordt dat het terrein van Op het Loef. Wat was uw bijdrage daaraan? Ja, het is, burgemeester zei het, terwijl hij zijn hoofd wegdraaide van kijk eens hoe mooi het is. Nou, in dit geval dus net niet, maar dat is subjectief. Hè, want wat een mooi vindt, vindt de ander verschrikkelijk.
Maar dit is inderdaad, het werd wel eens door een van de vorige burgemeesters de buis van Woudrichem genoemd. En het heeft natuurlijk jarenlang goed zijn dienst gedaan als bedrijventerrein en als huisvesting van bedrijven. Het staat al geruime tijd leeg in ieder geval. Het wordt op andere manieren gebruikt als waar het ooit voor bedoeld geweest is. En er zijn heel veel plannen geweest om daar iets anders te gaan ontwikkelen. En ja, ik mag dan een beetje aan de wieg zijn van het plan wat nu zeg maar ontwikkeld gaat worden. Het is nog niet zo dat alles helemaal rond is. Het is aangenomen. Het bestemmingsplan is goedgekeurd, maar er ligt nog een bezwaar en ook dat kan en mag. En ja, het is afwachten hoe dat het verder gaat ontwikkelen. Maar dan ook hier zal op termijn wel wat anders mee gaan. Ja. En vindt u het persoonlijk jammer dat je dat dan niet af kan maken? Hè? Het gaat nu eigenlijk over naar een nieuwe gemeente. Voor u persoonlijk even een pas op de plaats, een streep erdoor. Het plan gaat door, maar het is er nog niet. Nou, het is natuurlijk een beetje het lot van de wethouder en zeker ruimtelijke ordening. Er zijn meestal heel lang lopende procedures waar je mee te maken hebt. Toen ik net wethouder was, mocht ik de dingen die mijn voorganger in gang had gezet, daar mocht ik zeg maar de linkjes knippen, laat ik het zo maar even noemen. Ja. Nu heb ik dingen in gang gezet en ja, dan is er straks weer een nieuwe collega die dat over mag nemen. En ja, ik heb het wel eens gezegd bij een opening, wij zijn slechts passanten in het tijdsvak. En we leveren onze bijdrage en op enig moment gaan de anderen weer mee verder. Ja. Wat gaat u wel doen straks na 1 januari? Nou, eerst even een paar weken niets. Ik heb naast het wethouderschap altijd nog mijn eigen bedrijf gehad. En alles wat met gevaarlijke stoffen te maken heeft. En dan ga ik gewoon weer mee verder. Oké, nou goed om te horen. Gaan we naar Paula Joritsma, ook wethouder hier in de gemeente Woudrichem. Ik ben benieuwd, wordt Paula Joritsma straks nieuwe wethouder in de gemeente Altena? Dat zou kunnen. Het zou kunnen, ja, dat ligt open. Ja. Dus dan zou je juist af kunnen maken waar je nu mee bezig bent. Ja, of in ieder geval verder gaan met waar ik nu mee bezig ben. Maar dat hangt wel van verschillende dingen af. Het hangt er ook vanaf of ik de portefeuilles kan behouden die ik nu mag beheren. Dus dat is een beetje koffiedik kijken. Maar ik zou het wel mooi vinden. Maar jouw kennende zou je dat inderdaad heel mooi vinden. Ja, je zegt het net zelf al. Want je vindt het altijd mooi om van betekenis te kunnen zijn met en voor andere mensen. Ja, maar ik denk dat eigenlijk ieder mens dat wel heeft. Ik bedoel, we zijn individuen, maar in je eentje is het leven helemaal niet leuk. Dus je doet het toch samen. Ik zie ook een foto achter je verschijnen. Team Woudrichem, dat 2016 toen we meededen met de Samenloop voor Hoop. En de burgemeester noemt het, Isaac noemt het. Je doet het samen, je kunt het niet alleen. Je bent inderdaad een schakeltje. En het is wel mooi dat je als wethouder, dat je dus merkt dat je een bepaalde pet op hebt, waardoor je inderdaad een bepaalde knoppen kunt draaien. En dat is anders wat lastiger. En dan is het de kunst om daar gebruik van te maken. Om dat zo in te zetten dat we er met z'n allen beter van worden. Ja. En persoonlijk heb ik begrepen in het voorgesprek wat we hadden, dat met name uitziet naar, en dat heel erg fijn hebt gevonden, om samen te werken met mensen en organisaties zoals de Hartenbrigade, de Serviceclub, Vluchtelingenwerk, Kerken. Ja. Ja, ja, onze samenleving, en net werd geloof ik aan de burgemeester ook gevraagd van wat kenmerkend is voor dit gebied. En wat mij betreft zijn het ook wel de vrijwilligers. Die heb je gelukkig in heel Nederland, maar in Altena heb je echt heel veel vrijwilligers op allerlei vlak. Ja, dus niet alleen op het gebied van zorg, maar ook cultuur en ook de mensen die je straks hier aan tafel hebt, die zijn op allerlei manieren ook bevlogen met dingen bezig. En dat doen ze veelal op vrijwillige basis. En ik sta er eigenlijk altijd versteld van de energie die daarin zit. En ook de hoop. Ja, oké, okay, supermooi om te horen. Wat me trof is dat je zei, als het om sociale organisaties gaat, laat ik ze maar zo noemen, dan heb je vaak contact met vrouwen. En gaat het om behoud als cultuur, de forten, stadsgilden, dan zijn het vaak mannen met wie je contact hebt. Dat lijkt me ook leuk, om gewoon op allerlei vlakken actief te kunnen zijn. Ja. Ja, dat is het ook. Ik zat erover na te denken. In de zorg zijn er toch veelal vrouwen, inderdaad, zorg en welzijn. En cultuur is niet alleen maar een mannenwereld, maar de cultuur in onze gemeente. En ik zie nu een plaatje van, ik denk Bart Purtsen van Fort Giessen, wat wordt gerestaureerd. Inmiddels is het helemaal opgeknapt. En daar zie je inderdaad heel veel mannen rondlopen. Dat heeft ook wel een beetje te maken met het onderwerp, met onze oorlogsverleden, ons militaire verleden. Dat zie je ook in de bezoekers aan Woudrichem. Dat zijn veelal mannen, inderdaad. Ja. Ben je daar trots op, waar je echt aan hebt kunnen bijdragen? Nou ja, bijvoorbeeld dit stukje erfgoed maakt onderdeel uit van de Nieuw-Hollandse Waterlinie. Die loopt door Nederland. En
je kunt zeggen de kop of de staart is hier in Brabant, in Altena. Nou ja, dat zetten we steeds verder op de kaart met elkaar. Ook weer dankzij die vrijwilligers. Maar als gemeente kun je daar ook een steentje aan bijdragen. Dus dat, ja, dat is wel iets waar ik erg blij van word. Ja. Waar sla je straks naartoe af? Wat brengt de toekomst voor Paula? Nou, ik ben straks inwoner van Altena, van de nieuwe gemeente. Maar ik blijf nog steeds vestingbewoner. En ik hoop dat nog wel een tijdje te blijven. Ik vind het ook wel fijn voor mijn kinderen die hier wonen, dat ik hier voorlopig nog even ben met mijn gezin. En ja, dus ik sla af naar Altena en wie weet in een nieuwe coalitie en anders in de raad van Altena. Dus okay. Dat is een beetje het toekomstbeeld. Goed, leuk om te horen. Paula Joritsma en Isaac Kudoot. En u zult zeggen, we missen iemand van het college. Ja, jullie denken ook. Ik weet eigenlijk niet waarom die hier zit. Maar Renze, kom er eens bij. Renze Bergma, als je zou willen. Want Renze die zegt, ik hoef niet zozeer over mijn werk te praten. Ik vind het heel erg leuk om terug te blikken op verschillende burgemeesters. Die, nou ja, al 20 jaar, waar je 20 jaar ruim mee samen hebt gewerkt. Welkom. Dank je. Waarom wil je graag over de burgemeesters praten, Renze? Nou, het gaat niet alleen over de burgemeesters, maar inderdaad, 20 jaar geleden mocht ik hier als ambtenaar beginnen. En vandaag de dag op de kop af, 10 jaar geleden als wethouder. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen over de bestuurders van nu, maar ook over toen. En dan is het ook wel leuk om een stukje geschiedenis te memoreren. En ik heb wel wat burgemeesters mogen meemaken, niet allemaal. Dus ja, ik kan heel veel vertellen, ook over mijn werk, wat ik hier gedaan heb. Maar ik vond het ook wel aardig om wat verder terug te kijken. Ja. En ja. Hoe ver wil je terug? Want ik heb hier staan 1963, Lou Voster, tot 1989. Daar heb je denk ik niet mee samengewerkt. Nee, heb ik niet mee samengewerkt. Maar als je, ik vind het wel altijd leuk om met oud-burgemeesters contact te hebben. Heb ik ook nog steeds met een aantal. Maar Woudrichem heeft natuurlijk ook wel een bijzondere politieke geschiedenis. Het was best wel een, ja, ik durf het wel te zeggen, er zit hier ook een oud-burgemeester, Joop Worrell, hartstikke leuk dat je er bent. Maar best een grillige gemeente. Er gebeurde altijd wel wat in Woudrichem. Maar bijvoorbeeld de burgemeester die wij hier zien, die heb ik niet meegemaakt, maar die man is wel 26 jaar burgemeester geweest. En 16 jaar eigenlijk van Groot Woudrichem heb ik begrepen. Ja. Een hele statige man. Maar die hebben dus wel, ja, die heeft de laatste herindeling, die heeft hij mogen begeleiden. En ook toen speelden de issues, hoe gaat dat met de dorpen? Stadsherstel speelde, de dorpen die uitgebreid moesten worden. Dus dat is best iets waar we even bij stil mogen staan, ja. Denk ik. De volgende periode van 89 tot 2001, meneer Worrell. Ja. Niet wat er achter me staat. Oh, een heel mooi portret. Ja. Nou, Joop Worrell, die, kijk, we hebben, Woudrichem heeft 6 burgemeesters gehad. 3 van de PvdA, 2 van het CDA en 1 SGP-burgemeester. Dus dat is wel heel mooi, een beetje divers. Maar ja, Joop Worrell, die is ook 12 jaar burgemeester geweest. En ja, als je hem kent en ook wel naar vraagt, dan ja, dat was wel een burgemeester die het politiek zat helemaal in hem. Het was denk ik de meest politieke burgemeester die Woudrichem gehad heeft. Maar die ook ontzettend knokte voor de goede zaak. En nou, sociaal hart ook had. En ja, hij is nog steeds actief. Dus ik vind het geweldig ook dat hij hier vanavond is. Ja. Ja, wat ook wel bijzonder is, het was soms ook een beetje familiebedrijf, hè Joop? Jouw zoon, je schoondochter en zelfs je vrouw hebben in de gemeenteraad gezeten. Ja. Ja, en er waren geen vrouwen, maar ja, er riep wel altijd iemand met een heel hoog stemmetje, alle gekheid op een stokkie. Dat was Joop. En dat was Joop, ja. Maar dan was iedereen wel alert. Dus, De volgende periode, 2001 tot 2004, burgemeester van Harten, Arie van Harten. Ja, Arie van Harten, helaas in het harnas ons ontvallen. Maar ik denk ook weer een hele bijzondere burgemeester, oud-gedeputeerde. En hij kwam hier echt binnen als een bestuurder met status, met aanzien. Het mooiste vond ik van hem, hij dook echt tussen de mensen in. En hij zat echt gelijk in de harten van mensen.
En ja, hij ging ook naar de feestjes van de jongeren. En hij sliep ook wel eens bij raadsleden op de bank. Hé Joost, heb jij mij wel eens verteld? Dus ja, ook een... Wethouder, hè? Toen was je wethouder, ja, zeker. Oh, excuses. Maar ja, geweldige burgemeester ook. Absoluut. En dus ze zeiden wel eens te groot voor Woudrichem. Nou, dat vond hij zelf absoluut niet. Hij was verliefd op Woudrichem. Ja. Een man die er heel kort heeft gezeten, alleen in 2005, Kees Leijten. Ik moest hem even googlen, want ik was het eigenlijk alweer vergeten. Ja, het minst bekende. Hij was ook van de Partij van de Arbeid. Volgens mij nog geen jaar hier gezeten. Waarnemend burgemeester. Ik moet ook zeggen, als je de geluiden over hem hoort... Ja, ook na afloop was dat niet altijd positief. Want hij had nog wel eens wat kritiek op de raad en ook op de ambtelijke organisatie. En ja, dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Dus die is kort geweest. Ja, nou gaan we gauw naar Frank Petter. Die heeft wel een hele periode hier gezeten. Ook zelf hier in de Postweide gewoond. Ja. Daar heb je echt intensief mee samengewerkt. Ja, Frank was in die zin wel een hele bijzondere burgemeester voor ons. Want ik zat met hem in de Staten toen hier de vacature kwam. En eigenlijk, hij was ook dominee en hij heeft mij en mevrouw getrouwd voor de kerk. En tijdens die gesprekken, toen zeiden wij tegen hem van, joh, is burgemeester niet wat voor jou? En toen zei hij, nee, dat is niks voor mij. Maar 3 dagen later belde hij op, hij zegt, dat lijkt me geweldig. Ja, en wonder boven wonder, ik geloof dat er 25 kandidaten waren, maar hij werd het. En als je hem ziet, ik vond het ook echt wel een burgervader. Maar hij hield ook echt van de feestjes en de evenementen en de activiteiten. Maar hij was ook wel een beetje de wetenschapper dominee. Dat droeg hij wel met zich mee. Dus over echt dagelijkse gemeentepolitiek, daar vond hij niet altijd heel veel van. Maar hij had wel echt visie. Ja. En, zeg ik erbij, hij was wel de burgemeester die echt hard begon te trekken aan die nieuwe gemeente Altena. Ja. Dus dat heeft hij echt geweldig gedaan. Daar heeft hij ze echt wel wat zaadjes weggelegd. En toen was het 9 september 2013. Toen schoof Arie Noordegraaf hier aan op die mooie stoel waar hij nu op zit. Zijn eigen stoel. Het logo van de gemeente Woudrichem. Die stoel heeft hij cadeau gekregen. Hè? Dus die gaat hij meenemen. Ja, ik denk dat hadden we niet voorspeld toen we met z'n allen afreisden naar het provinciehuis. Daar zouden we in gesprek gaan. Maar ja, Arie werd ons voorgesteld. En ik denk dat het voor beide echt wel een lot uit de loterij was. Als ik Arie mag typeren, dat is heel onbeleefd misschien wel. Maar misschien mag ik het toch een beetje doen als... Ja, van mij wel, maar ik weet niet wat hij er zelf... Maar je mag erop reageren, Arie. Ik kijk, wat ga je zeggen? Ja. Nou, laat ik zeggen dat het in elk geval echt een hele traditionele, in positieve zin, en een klassieke burgemeester is. Die buitengewoon zich verantwoordelijk voelt voor de gemeenschap en voor de burgers. En ik denk dat hij dat ook de allermooiste taak vond. Ik moet zeggen, er zat ook wel een beetje een keerzijde aan, Arie. Want in de eerste 5 jaar dat ik lokaal burgemeester mocht zijn, heb ik ongeveer 20 huwelijksjubileums ook naartoe gemogen. Dus de 50- en 60-jarige huwelijken. De laatste 5 jaar nul. Echt gewoon nul. Onbespreekbaar, mensen. Dat deed hij allemaal zelf. Ik vind ook dat hoort, Renze. Ja, vind ik daar hoort de burgemeester. Het is wel hartstikke leuk in elk geval. En het is wel klassiek, maar wel... Ja, het was een SGP-burgemeester, maar wel de modernste die je ken. De modernste burgemeester? Is dat nou een compliment of niet? Nou, ik vind het knap als je vanuit jouw partij, vanuit een burgemeesterschap, toch voorvechter durft te zijn voor vrouwen in de politiek, de Tweede Kamer, als burgemeester, wethouder. Nou ja, daar sta jij wel een beetje bekend om. Dat vind ik dapper. En dus vandaar een hele moderne SGP. Dus je gaat hem toch wel missen straks? Ik denk dat we met z'n allen gaan missen. Ik denk dat we Woudrichem gaan missen. Ik denk een beetje met een lach en met een traan. We dragen... Wat dubbel gevoel, hè? Ja. Ja. Waar ik in elk geval heel blij mee ben, is dat wij Woudrichem met al zijn kwaliteiten en krachten gewoon heel mooi kunnen overdragen naar Altena. En er ligt ook weer een hele mooie toekomst voor de inwoners en onze dorpen. Als je vraagt waar ik trots op ben, daar ben ik trots op dat ons met elkaar gelukt is. Ja. En ik ben nog heel benieuwd persoonlijk toch eventjes als laatste, Renze. Waar slaat Renze naartoe af?
Ja, Renze slaat af. Hij blijft zeker in Altena wonen. Ik voel me echt ook Altenees. Ook al woon ik in Woudegem, maar ik heb in Hank en Dussen gewoond. Dus ik voel me Altenees. Maar ik sla af naar Den Bosch, provinciehuis. Daar mag ik meedoen aan de provinciale statenverkiezingen in maart. Op positie 2. Dus nou, dat is iets waar ik ook ontzettend dankbaar voor ben. Dus mijn campagne gaat nog even door. Ja. Nou, leuk. Leuk dat je de burgemeesters wilde memoreren die Woudrichem en Groot Woudrichem zelfs rijk zijn geweest. We gaan naar het volgende onderwerp, dank jullie wel. De cultuur- en vrijwilligersprijs, die reikte namelijk de gemeente Woudrichem altijd ieder jaar traditioneel uit op de nieuwjaarsreceptie. Meestal zo in de eerste week van januari. Nou ja, ook aan die traditie komt eigenlijk een einde, burgemeester. Ja, maar dat gebeurt nu ook, hè? Ik geloof dat ze daar nu mee bezig zijn buiten. Ja, buiten is inderdaad wel iets aan de gang rond de cultuurprijs. Ja, ik heb dat laten influisteren. Dus, Jan van Straten, die staat buiten. Buiten op het plein. En als het goed is, hebben we daar contact mee. Jan, ben je daar? Goedenavond. Dat zien we jullie niet. Lekker warm. Ja. Dat is daar gezellig. Hallo Jan. Het ziet er veel drukker uit. Dames en heren. Hartelijk welkom hier buiten. Ik voel me net Gerry Eikhoff. Die mag ook altijd buiten in de kou staan. Ik heb het voordeel, het regent niet. Hij staat altijd in de regen. Naast mij staan twee heel belangrijke personen. Aan de linkerkant van mij, voor de kijker op beeld, aan de rechterkant, om professor Diepenhorst te spreken, de wethouder Paula Jorritsma, die onder andere cultuur in haar portefeuille had. En aan de andere kant van mij, geen kunstenaar, maar vormgever, heel belangrijk, Sybiel van Gameren. En waarom staan wij hier? Dat is de grote vraag. En dan ga ik even aan de wethouder vragen, waarom staan wij hier? Nou, wij staan hier omdat het hier heel gezellig is, maar ook wel een beetje fris. Nee, we staan hier omdat wij als gemeente Woudrichem 20 jaar lang cultuurprijzen hebben uitgereikt. En nu komt dus een einde aan onze gemeente. En we dachten, wij willen dat moment wel vereeuwigen door het laten maken van een soort, ja, van een kunstwerk. En daar hebben we iemand voor gevonden die dat heeft gedaan. En we gaan zo een kijkje nemen, denk ik. Ik denk dat we ook zo een kijkje gaan geven. Maar ik ga eerst natuurlijk even graven aan de vormgever die wat hier waarschijnlijk, denk ik, maar dat heeft iedereen wel het vermoeden, wat hieronder ligt, om even daar een toelichting op te geven. Wat kunnen wij hier straks verwachten? Nou, wat ik heb gedaan is eigenlijk gekeken van hoe kan ik de vereeuwiging van de cultuurprijs symbolisch weergeven. Ik heb met name gekeken naar de gemeente, maar ook naar gekeken van oké, wat is in dit pand eigenlijk nog aanwezig? En wat hier duidelijk aanwezig was de cultuurdiscipline literatuur. Dus ik heb een combinatie gemaakt van vereeuwiging met literatuur in de vorm van een medaille die de gemeente eigenlijk krijgt voor het 20 jaar lang uitreiken van die cultuurprijs. En dat is wat ik hier symbolisch heb neergelegd. Hartelijk dank voor de uitleg en wij zijn enorm benieuwd en ik denk dat we nu ook op het punt zijn gekomen, de spanning loopt op, om even te kijken wat voor prachtig kunstwerk hier onder deze, ja, hoe we dat noemen, ik weet het niet, ik word er altijd in het verkeer door gehinderd. Dames, ik zou aan jullie willen vragen, ga het onthullen. Dames en heren, u kunt het zien. Een klein applausje, denk ik, voor al dat mooi wat hier in een prachtige tegel verwerkt is. De vereeuwiging van de cultuurprijs van de gemeente Woudrichem. En ik denk dat we er heel trots op mogen zijn. En we kunnen er nog jaren van genieten als u ontzettend veel de werf hier gaat bezoeken. En dat gaat u vast en zeker doen. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dankjewel Jan van Straten buiten op het plein waar dus die cultuurprijs is vereeuwigd eigenlijk een beetje. Ja, ja, mooi. Had u hem al gezien, burgemeester? Stiekem wel, hè? Ja? Ja. Maar hij is mooi, hè? Prachtig. Ja. We gaan hem straks even in het echt bekijken als we buiten ook nog wat gaan drinken. Maar intussen zijn de volgende mensen aangeschoven. Vind ik heel leuk, Joost Pot van de brandweer. Goedenavond. En ook Joop Segers van politieteam Dongemond. Jullie hebben heel veel in dit gebied gewerkt. En toen ik vroeg van wat is nou het evenement waar nou het meest op teruggekeken wordt, ook door jullie, omdat het voor je werk interessant is, neem ik dan aan. Dan was het het bezoek van de koninklijke familie. Joost, we gaan eerst daar eens over praten met jou. Waarom was dat zo'n bijzonder moment? Nou ja, allereerst natuurlijk omdat zo'n groot evenement heel veel voorbereiding vergt.
veel voorbereiding achter de schermen. Wat nodig is om het een veilig evenement te laten zijn. Veilig omdat je veel publiek hebt, maar natuurlijk ook veiligheid voor de koninklijke familie. Een vesting, wat een heel mooi decor is. Heel veel dingen gebeuren in Woudrichem. Niet alleen dokter Tienes, maar ook dit soort dingen. En natuurlijk ook de Sinterklaas in 2000. Mooi decor om dat te benutten. Mooie vesting, maar dat betekent als zoiets aan de gang is, dat het ook moeilijk is voor hulpdienst om het gebied in te komen. Dus aan de voorkant heel veel bedenken van plannen, die natuurlijk wel ook met de politie en de ambulancedienst, maar vooral ook met de gemeente afgestemd moeten zijn. Ja. En dat is een uitdaging. En persoonlijk voor u, wat was dan de rol bij Koninginnedag? Aan de voorkant met de collega's van de politie de draaiboeken maken en op de dag zelf in het gemeentelijk beleidsteam en zitten voor als het nodig mocht zijn en er dingen moesten gebeuren. Ja. En daar kijk je met veel genoeg op terug? Daar kijk ik met veel genoeg op terug. Vorig jaar 2017 mocht ik iets soortgelijks doen in Tilburg. Maar Woudrichem als inwoner in het gebied van Altena, dat spreekt toch veel meer. En dat is een hele mooie ervaring. Het is alleen één ding wat jammer was, dat inmiddels koningin Maxima er niet bij was. Maar... ja, moest oppassen. Ja goed, Woudrichem blijft Woudrichem. Dus we zijn denk ik wat u betreft van harte welkom, toch? Zo is het. Maar je zei het al, samenwerking met andere hulpdiensten. Ik denk dan zelf aan de ambulance, maar ook aan de politie. Treffen jullie elkaar vaak in het werk, Joop en Joost? Ja, zeg maar. Ja, wij trainen zelfs in het contact met elkaar. En dat doen wij op momenten dat we gaan opschalen, dat er gebeurtenissen zijn. Ook bij een dergelijk evenement bijvoorbeeld. Joost die zegt het al aan, ik moet ervoor zorgen dat alles veilig op zijn plek komt. Ja, wij hebben ook onze eigen taken, onze eigen methodieken. En die hebben wij afgestemd met elkaar, zodat we elkaar niet voor de voeten lopen, maar dat we elkaar versterken in de aanpak van een evenement. En dit teamgebied, en met name ook hier, met alle respect, zoveel evenementen en zo niet echt grote, maar ook een paar grote, maar ook zoveel tientallen kleine evenementen, wat toch teamspecifiek is en waarvan ik zeg van hé, daar is veel politie-inzet op nodig, maar ook de veiligheid in ieder geval, bespreken wij bij ieder evenement aan de voorkant voor. Kijk, mijn taak, want je hebt het net aan Joost gevraagd, is als plaatsvervangend teamchef binnen team Dongermond om te zorgen dat wat de burgemeester samen met de Jaap Nagelworden als teamchef uitvindt, eigenlijk qua beleid, om dat te vertalen naar de operatie. Van hé, dat wat in de driehoek is uitgemaakt, dat wat onderling is uitgemaakt met afspraken, is mijn taak om dat te vertalen van hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Ja, en dan heeft u daarover dus ook veel contact met de burgemeester, u en uw team. Oh jawel. Ja. Absoluut. Want aan de voorkant al met ambtenaren, maar de burgemeester vindt er altijd iets van. Ja, ja, en weet u wat het mooie is? Van, als het over samenwerking gaat, we gaan nu weer de oud- en nieuwperiode in. En dat hebben we de laatste jaren al op deze manier geregeld, dat politie en brandweer op een prachtige manier samenwerken wanneer er bepaalde incidenten zijn of komen of er aankomen. Dat die samenwerking gewoon optimaal is. Dus de brandweer is er meteen, maar de politie is erbij. We kunnen ook gelijk actie ondernemen. En dat vind ik echt een mooi voorbeeld voor die samenwerking tussen brandweer en politie. Ja. En zo ervaren jullie dat dan ook? En dat heeft ertoe geleid, onder andere, dat Woudrichem in 2017 de veiligste gemeente van Nederland was. Ja. Ja. Dat mag ook wel even gezegd worden. Zeker. Toch? Dat niet vergeten. Ja. 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 Dus kijken naar de veiligheidscijfers, zijn die eigenlijk optimaal voor een gebied als dit. Maar het heeft wel zijn aandachtspunten natuurlijk. Net wat u ook al aangaf van oud en nieuw, altijd een speciaal moment. Ook voor dit teamgebied, teamspecifiek zou ik bijna zeggen. We pompen er aardig wat personeel in, maar ook de brandweer met zijn discipline. En nog steeds te weinig eigenlijk, hè, personeel. Nog steeds te weinig eigenlijk, echt waar. Ja, daar hebben wij discussies over. Ja, maar die hoeven hier vanavond nu, denk ik, niet te voeren. Dat is het sparren wat we doen aan de voorkant van de operatie, om te kijken van, hoe gaan we dat nou effectief wegzetten, zodat de burger zoveel mogelijk profijt van heeft. Want, maar een goede samenwerking dus met de gemeente Woudrichem, dat kunnen we concluderen. Ik ben uitermate tevreden. Ja. Okay. Ja. Nou keken we terug op een heel leuk evenement, Koninginnedag. Ik vond het apart, Joost, dat ik dat juist van jou hoorde. Want als ik denk aan de brandweer, dan denk ik in eerste instantie niet aan Koninginnedag, maar aan branden eigenlijk en dat soort zaken. Je hebt natuurlijk ook wel eens hele mooie dingen verloren zien gaan hier in de gemeente door brand. Ik heb nu ongeveer 20 jaar operationele ervaring in dit gebied. Dus we hebben trieste dingen voorbij zien komen. Ja. Ongevallen waarbij mensen zijn overleden, gebouwen die afgebrand zijn.
Maar aan de andere kant, als je dan ook weer ziet hoe onze mensen, onze vrijwilligers, die naast hun gewone werk dit allemaal met passie en vakmanschap allemaal doen om toch hun medemens in nood te helpen, dan ben ik daar toch altijd weer trots op, wat ze dan toch bereiken. En 9 van de 10 keer, 99 van de 100 keer loopt het goed af. En kunnen we het verschil maken, maar helaas maken we ook de trieste dingen mee. En ook dan zijn we er en ook dan is het bestuurder er. Wethouder Koedoot refereerde er net al aan. Het meisje wat verdronken was, ook dan is het bestuurder bij. Ja. En ook dat doet iets met onze mensen, zeker als het met kleine kinderen iets gebeurt. En dan is het goed dat we een bestuur hebben wat snapt wat het doet met mensen in de hulpverlening die in de frontlinie staan. Dat maakt indruk. Ja. Ja. Maar kijk ook naar de ernstige aanrijdingen in dit teamgebied. Hè. Met alle respect, daar ben ik niet zo trots op, want die hebben er toch aardig wat. Ja, de burgemeester staat altijd paraat. Echt een burgervader zou ik bijna zeggen. Ja. Wat denk ik ook goed is om te weten is dat er dus brandweer, politie is, maar ook andere hulpdiensten, hè, de ambulance, ja. Ook weer goed gevestigd in dit gebied. Nou, dat is mooi dat dat allemaal in orde en op orde is. Wat ik nog wel wil benoemen is natuurlijk, en dan richt ik me met name tot Joost, jullie werken als brandweer voornamelijk met vrijwilligers. Ja. En de politie heeft dat met betaalde krachten. Dat vrijst denk ik ook wel een ander manier van werken misschien dat wel. Dat is niet helemaal juist, hè? Niet helemaal juist. Nou. Ook wij hebben vrijwilligers en dan staat er hier Jan van Giessen met name. Zeer gewaardeerd en zeer effectief bij wijze van spreken voor de gemeente als deze. Mm-hmm. Laten we dat vooral niet vergeten dat ook die vrijwillige tak van de politie onmisbaar is binnen ons bedrijf. Maar misschien wel niet zo bekend, dat blijkt. Ja, u is het niet bekend, maar wij maken er dankbaar gebruik van. Nou, fijn. Ja. In ons geval hebben we in ieder geval wat meer vrijwilligers. De verhouding in het Dongemondgebied. We hebben ongeveer 350 vrijwilligers en 30 man beroepspersoneel wat daar tegenover staat. Dus bij ons zijn het wel de vrijwilligers. Dat is wel de kurk waar de brandweer op drijft. En daar ben ik trots op. En dat zijn ook de inwoners uit deze gemeente. Ja. Nou, mooi om te horen. Burgemeester, terugkijkend op de samenwerking met politie, brandweer, andere hulpdiensten. Ja, ik kan natuurlijk zeggen van dat is dat optimaal geweest. En ik zei net al, we hebben altijd te weinig mensen in die veiligheidssector natuurlijk. En dat kun je als burgemeester niet regelen, want het wordt van bovenaf wordt dat geregeld. Maar ik denk heel belangrijk dat je als het gaat over echt de veiligheid van jouw gemeente, dat je op elkaar aan kunt, dat je weet met wie aan tafel zit. Dat schept duidelijkheid, dat schept helderheid. En zeker als het over echt ernstige dingen gaat. En daar hebben we altijd op een goede manier mee samengewerkt, maar ook zorg gedragen voor elkaar. En ik denk dat dat ook belangrijk is, juist naar die vrijwilligers toe. Ja. Want we moeten buitengewoon zuinig zijn op de mensen van onze hulpverlening. En dat is denk ik belangrijk om dat even te onderstrepen. Nou, bij deze gedaan. Heren, dank jullie wel voor een kort gesprek. Maar er gebeurt nog veel meer vanavond. En ik heb begrepen dat jullie ook nog een druk programma hebben. In ieder geval bedankt dat je even tijd nam om hier te zijn. Joost Segers van het politieteam Dongemond en Joost Pot van de brandweer. Dank jullie wel. En een mooi moment om eventjes wat lucht in het programma te gooien. Want hier naast mij zit het Koperquintet, zo heten ze officieel, van het Andels Fanfarekorps. En ze gaan voor u muziek maken. Ik heb begrepen, de kolonel Boogie Mars geeft ze een applaus. Het Andels Fanfarekorps. Thank you.
Anders van Varenkorps met kolonel Boogie Mars. Dank jullie wel. Burgemeester, was dit uw muziekkeuze voor deze avond? Ja. Ja? Ja. Waarom dan dit nummer? Benieuwd naar. Ja, ik heb iets met marsmuziek. Ja? Ja, mijn kinderen die zitten allemaal te lachen nou, want die weten dat wel. Oh, dat is iets van, met die uitgezocht. Maar ja, ik vind dat gewoon, daar zit mars in, er zit tempo in, en daar hou ik ook van. Niet gewoon die langdradige halen, weet je wel, maar gewoon een beetje tempo, ja, met je kracht erbij zetten. Nou, dat past ook bij Altena. Dus ook naar de nieuwe gemeente toe zeg, jongens, geweldig, dit is een mooie inzet. Dus dat hoort, past er gewoon bij. Ja. Nou, en met succes heb ik gehoord. Ja, nou goed. Mooi. Inmiddels een volle tafel, verse glazen water van onze bode, Jan van Gies. Hè, die ook altijd paraat staat, burgemeester. Ja, ik kom daar straks nog even op terug. Nou, heel goed. Maar voor al mijn gasten dan een glaasje water. En het zijn best wel wat mensen. Mensen die in Woudrichem actief zijn op tal van gebied. We gaan het daar gaan zo over hebben. Want als gemeente ben je natuurlijk verantwoordelijk voor natuur, voor wonen, voor ondernemen, voor duurzaamheid, voor sport, onderwijs, jongeren, noem maar op. En ja, daarom leek het u ook mooi om deze mensen uit te nodigen om daar vanavond eventjes, ja, nou, de samenwerking, ja, te betrachten. Ja, dat is heel mooi. Het zijn natuurlijk eigenlijk veel te weinig, want er zijn natuurlijk veel meer mensen, ja, die in de gemeente bezig zijn. Maar het is mooi dat vanuit de verschillende disciplines binnen de gemeente deze mensen hier aan tafel zitten en die ook heel veel doen naast hun gewone werk, om het zo maar te zeggen. Dus ook in die vrijwilligersfeer. Ja, dat is goud voor de samenleving. Ja. En naast u zit Hank van Helden. Tegenwoordig ook betrokken bij de dorpsraad van Giessen en Rijswijk. Hank, welkom. Als we nou kijken naar Giessen en Rijswijk, dan waren dat vroeger echt twee aparte dorpen. En tegenwoordig zeg je het in één adem. En dat komt ook wel een beetje door de dingen die jij daar hebt gedaan. Nou, dat is wat te veel eer. Ik doe het pas sinds dit jaar. Als ik even terugga naar 2007, toen is er een stichting opgericht. Stichting 1 Giessen Rijswijk. En die heeft met heel veel geduldige toewijding hebben die gewerkt aan een centrumplan. Wat tussen Giessen en Rijswijk gevestigd wordt. Waardoor Giessen en Rijswijk fysiek met elkaar verbonden worden. En wat een plan was wat heel veel tijd nodig had en ook heel veel problemen opleverde, omdat het op een voetbalveld plaats moest vinden, waar nog een voetbalvereniging voetbalde. En uiteindelijk zijn ze door een samenwerking met de gemeente aan te gaan en bedrijven ook de neuzen één kant op te krijgen. Zodoende hebben ze bereikt wat ze bereikt hebben, doordat de plannen zijn afgelopen jaar goedgekeurd. En kunnen we zien dat door het inbrengen van kennis en vaardigheid vanuit de leefgemeenschap ten dienste van de samenleving en richting gemeente er hele mooie dingen mogelijk zijn. En nu is het de tijd om de stichting die heeft hun werk verricht, is afgelopen, omdat centrumplannen die gaan plaatsvinden. Die zullen op gefaseerde manier zullen die ten uitvoer komen. En nu is het tijd om als dorpsraad verder te gaan. En daar ben ik bij betrokken. Ja, en dan staat er een schitterende school, hè, op een van die voetbalvelden. Of althans de plek wat vroeger een voetbalveld was. De twee voetbalclubs die zijn samengevoegd tot GRC14. Ja. Was je daar ook nog bij betrokken zelf? Nou, in die tijd dat zeg maar die stichting werkzaam is geweest, is er eigenlijk in het kielzog van die centrumplannen zijn er heel veel dingen gebeurd. Er moest ruimte komen voor de centrumplannen. In die tijd zijn de voetbalverenigingen van Rijswijk en Giessen, VV Giessen en VV de Rijswijkse Boys, zijn samengegaan. Dat is GRC 14 geworden. 2014 is dat voltooid. Ja. We hebben een prachtig sportcomplex aan de rand van het Almbos. En op het vrijgekomen voetbalveld is daardoor plaatsgekomen voor een brede school. De basisschool van Rijswijk en Giessen tezamen. En die heet De Parel. Ja, en dan ben je zelf ook ondernemer in het gebied. Heb je op die manier ook samenwerking gehad met de gemeente Woudrichem? Nou, de samenwerking met de gemeente Woudrichem is natuurlijk onmisbaar als je zoiets wil realiseren. En die samenwerking is gewoon heel erg goed geweest. Ook omdat we het heel serieus opgepakt hebben. We zijn niet naar de gemeente gegaan en we hebben gezegd we willen daar een plan gerealiseerd hebben. We hebben ook echt zelf die kar meegetrokken, kennis en vaardigheid ingebracht en samen met de gemeente aan dit toch wel ambitieuze plan gewerkt. Ja,
leuk om te horen. Als je nou naar de toekomst kijkt, wat is jouw wens voor, nou ja, Giessen Rijswijk, voor de gemeente Woudrichem, die straks niet meer bestaat? Ja, de gemeente Woudrichem, dat loopt ten einde. Het wordt Altena 1, groot, 54.000 inwoners, 21 kernen. Wij willen heel graag de eigenheid en het specifieke van het Rijswijkse en het Giessense behouden. Daar gaan we voor. De verhalen, de specifieke dingen van Rijswijk en Giessen, die moeten bewaard blijven. Wat willen we daarvoor doen in de toekomst? We willen van in het bestuur zit behoorlijk wat specifieke kennis op verschillende gebieden. En in onze samenleving al helemaal. Dus we willen de samenleving willen we ook inbrengen en ook vragen of ze ons willen helpen om samen met de gemeente ervoor te zorgen dat we dat de voorzieningen van Rijswijk en Giessen op peil zijn en op peil blijven. En we zullen daarvoor de kennis, de vaardigheid, al het specialisme wat in onze leefgemeenschap zit en vooral ook de energie waarmee mensen soms dingen oppakken, zullen we daar graag voor aanwenden om met gemeente Altena samen te werken. Ja, en daar blijf je dus bij betrokken via de Dorpsraad straks. Precies. Ah, leuk om te horen. Hank van Helden van de Dorpsraad Giessen Rijswijk, dankjewel. We gaan naar Bart. Je zit het vers van mij vandaan, Bart. Maar ik heb me verdiept in waar jij woont. En volgens mij woon jij echt werkelijk waar in een van de mooiste plekjes van Woudrichem. Nee, niet een van de. Ik woon op het mooiste plekje van Woudrichem. Ja, vertel, als jij je gordijnen 's ochtends open doet, wat zie je? Dan zie ik een hele plas met water. En als ik geluk heb, zo'n mooie regenheid die achter jou zichtbaar is, zie ik dan achter mijn gordijn voorbij huppelen. Ja. En komt dat doordat je samenwerking en de relatie met de gemeente Woudrichem zo goed was? Of had je gewoon een dikke portemonnee en heb je een mooi huis gekocht? Nee, dat heeft niks met een portemonnee te maken. Dat heeft met mijn werk te maken. Ik werk bij Brabants Landschap. En ik ben naar dit gebied gekomen omdat ik hier werk. En verliefd geraakt op dit gebied. En verliefd geraakt op een meisje uit dit gebied. En die kwam uit Waardhuizen. En het huis waar we nu wonen was ons droomhuis. En dat kwam te koop. En dat was wel heel toevallig. Want ik was voor mijn werk bezig met de inrichting van mijn nieuwe tuin. Om het zo maar te zeggen. En daarom ligt daar nu een enorme plas met water. En dat is een waterberging voor het hele gebied. We zitten eigenlijk in het afvoerputje van Altena. Het laagste punt. En wij vangen het water op. Ja. En dat is het pompveld, hè? Zo heet pompveld, het al. Ja, zeker. En die foto's, heb ik begrepen, Bart, die maak jij zelf, hè? Ja, dat is hobby van mij. Dan ga je vroeg erop uit en dan Woudrichem in om mooie kiekjes te schieten. Ja, kijk, ik kom natuurlijk op de mooiste plekjes. En zo'n plek achter jou, dus de eendenkooi, daar mag niemand komen. Maar ik vind dat zonde, dus ik wil wel graag de mensen laten zien hoe mooi het wel niet is. En dus ik heb mij bedreven om daar wat foto's van te maken, zodat ik dat toch kan delen met de mensen. Ja. Hoe is de samenwerking tussen Brabants Landschap en de gemeente Woudrichem geweest? Ja, vrij intensief. Ik kom heel vaak op het gemeentehuis met alle verschillende wethouders, met ambtenaren. En met elkaar hebben we toch al een hoop bereikt en proberen we ook weer verder te komen natuurlijk. Ja. Wat zijn de mooiste plekjes waar jij aan hebt gewerkt als beheerder van Brabants Landschap? Nou, waar ik wel heel trots op ben is de forten. Paula Jorritsma noemde het al even. En daar hebben wij als Brabants Landschap behoorlijk in geïnvesteerd, behoorlijk aan gewerkt de laatste jaren. En dat staat eigenlijk best wel heel goed nu. Fort Giessen, het mooie Fort Giessen in Woudrichem, in Giessen. Dat hebben we helemaal gerestaureerd. En dat is een educatiefort. En we willen daar zoveel mogelijk kinderen naartoe laten komen uit het gebied. Om te leren wat voor historie we hebben in dit gebied. Want dat is echt een hele mooie historie. En dat fort, dat moet behouden blijven. En daar hebben wij als Brabants Landschap een steentje aan bijgedragen. Ja, hier staat het in de stijgers, hè? Inmiddels niet meer. Nee. Nou, dat was wel uniek. We hebben het dus helemaal gerestaureerd aan de buitenkant. We hebben ook het dak eraf gehaald. Er ligt 3 meter klei op. Om het water te filteren. Als er een belegering was, dan konden de soldaten zelf regenwater filteren. En dus hadden ze drinkwater. We hebben het er helemaal afgehaald. En dan kwam er een soort Toscaans dorpje tevoorschijn. En dat hebben we helemaal bekleed met dakbedekking, zodat het nou waterdicht is. Wat bedoel je met een Toscaans dorpje? Ja, dat is als je hem dus blootgraaft. En dat is dus 1 keer eerder gebeurd. Dat is bij de aanleg. En nu hebben we hem helemaal blootgegraven.
En als je dat ziet, dat is echt een meesterwerk. Dat doet echt denken aan een Toscaans dorpje. Bouwkundig gezien. Bouwkundig. Ja, ja, ja. Oké. Okay. De vesting van Woudrichem, dat is natuurlijk ook een schitterend plaatje. Ja. Heeft niet zoveel met het Brabants landschap misschien te maken, maar wel met het landschap aan zich. Ja, nou ja, wij liggen er natuurlijk met onze uiterwaarden liggen wij tegen de vesting van Woudrichem aan. En door de werkzaamheden die wij daar uitvoeren, moeten wij ook zorgen dat Woudrichem droge voet houdt. Ja. Dus dat is iets waar ik de laatste jaren ook bij betrokken ben geweest. Om te zorgen dat we niet te veel houtige gewassen in de uiterwaarden krijgen. Hebben we een hele inafslag gemaakt. En proberen nou te zorgen dat dat water, als het er komt, dat het ook weer snel weg kan. En lukt dat goed? Tot nu toe gaat het goed. Volgens mij hebben we nog droge voeten. Ja, mooi om te horen. En wat is jouw wens voor de toekomst? Nou, mijn wens is dat wij met elkaar, denk ik, in de hele nieuwe gemeente zorgen voor de natuur dicht bij huis. Dat we er blijven zorgen dat het in stand gehouden wordt. En wat mag jij daaraan gaan bijdragen? Ik wil het wel graag coördineren. Ja, er wordt gewoon gesolliciteerd, burgemeester. Zo gaat het of deze avond. Naar de mooie functies in de gemeente Altena straks. Maar dankjewel. Leuk om jouw verhaal te horen. We gaan Henk Schouten. Henk, ook welkom hier vanavond. Ja, jouw bedrijf in Giessen zit al hele lange tijd in Giessen. Ja. Daar zijn jullie eigenlijk gestart. Recent jullie 125-jarig jubileum gevierd. Ja. Ook een hele lange tijd in Woudrichem. Voel je je nog thuis als bedrijf hier in deze gemeente? Heel erg. En het is steeds wel een afweging geweest. Blijven we zitten waar we zitten. Maar ik heb er toch een soort emotionele binding mee. Hoe komt dat? En omdat mijn familie daar begonnen is. Hè, dat is de vader van mijn opa, Klaas Schouten. Die is in 1893 begonnen met een bakkerij. En hier zit mijn opa aan de rechterkant. En er zit één knecht bij en de rest is de familie. En de hond voor de hondenkar. En die bakkerij die bestaat er nog. Die staat er nog, niet als bakkerij. Maar als plek waar vroeger brood gebakken is. Ja. En de familie heeft daar door al die jaren heen, door diepe dalen en hoogtepunten, stand gehouden. En daar ben ik wel heel blij mee en dankbaar voor. En op dit moment zitten we enorm in de lift als bedrijf. We zitten in de voeding, in de plantaardige voeding. Daar ben ik in 1990 mee begonnen, dus 28 jaar geleden. Met producten te ontwikkelen om producten te maken van plantaardig eiwit. Dus dat je minder vlees kan eten en meer plantjes eten. Dat is duurzaam, dat is gezond. Goed voor het milieu. En dat komt allemaal uit Giessen? En dat komt allemaal uit Giessen, hoe is het mogelijk? Hè? Ja. Ja, leuk om te horen. Is u dat, burgemeester? Ja, we hebben goede contacten gehad. Ja. We zijn verschillende keren ook bij het bedrijf geweest. Als bedrijfsbezoek, als college. Dus wat hij vertelt, en je ziet het ook als een oog. Hij straalt aan alle kanten als hij over zijn bedrijf iets vertelt. Dat is wel mooi eigenlijk. Ja. Dus ook gepassioneerde ondernemers in het gebied. 125 jaar, een hele periode inderdaad. Dan ben je koninklijk, hè? Toch, dat is bij 100 jaar. Ja, dat koninklijk is eigenlijk met een gedeelte van het bedrijf meegegaan. Want de familie, het was een heel groot bedrijf geworden. Die internationaal handel deed in veevoerde grondstoffen. En een gedeelte daarvan is op een gegeven moment verkocht. En die hebben het koninklijk meegenomen. Want die wilden er wat voor betalen. En toen dacht de familie, dat is goed. Neem maar mee. Ja. desondanks voelen we ons nog steeds koninklijk. Ja. We zijn heel blij en dankbaar voor wat we mogen doen. En we hebben een ontzettend leuk team. Heel veel jonge mensen die bij ons werken. En we zitten op het moment enorm in de lift. En ja, het gaat goed. Ja, want er is behoefte aan minder vlees en eigenlijk dus andere producten. En daarvoor hebben jullie nou zeer recent ook iets opgezet op landgoed Kraaienveld. Zijn we bezig. Ja, en dat gaat zich in de toekomst nog verder uit bouwen. En dat heet CHIEF. Ja, Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie Plantaardig Eiwit. Nou, dat is een mondvol. Ja, en wat houdt dat dan chief, in? Chief, dat is iemand die loopt voorop. En chef, zoals de burgemeester. Chef, ja, geeft het goede voorbeeld. Ja. En dat willen wij doen. Wij willen dus op landgoed Kraaienveld gaan we met heel veel bedrijven samen. Ik neem al een beetje het initiatief, maar we doen het met heel veel bedrijven samen. Is de bedoeling dat alle scholen in het land van Huis en Altena naar het landgoed Kraaienveld komen en daar les krijgen over wat is goede voeding, wat is duurzaam, wat is gezond, wat betekent plantaardig eiwit, wat is dierlijk eiwit, wat is het verschil, hoe smaakt dat, kom in de kookstudio, dan gaan we samen een vegetarische hamburger in elkaar flansen, frietje erbij, lekker opeten. En dan komt een restaurant bij en dan wordt 90% plantaardig, 10% dierlijk eiwit, dus wij zeggen niet van je moet helemaal stoppen met vlees eten.
Hij moet een beetje minder. En is dat, al een, is dat alleen een initiatief? Of nou, dat begint al begint vormen te krijgen. We zijn een aantal bedrijven die hebben gezegd van daar wil ik aan meewerken. Hak bijvoorbeeld, Hak en Gies. Die zegt van nou, dat vind ik een heel mooi initiatief. Die zijn ook met peulvruchten heel veel bezig. Maar ook de Kozen, Suikerunie. Danone met Alpro, met plantaardige melk. En zo zijn er nog heel veel bedrijven. En het is de bedoeling dat op 31 januari gaan we daar een soort startschot aan geven. Okay. En wij hopen echt dat de gemeente altijd helemaal mee gaat werken. Ze zijn heel enthousiast. De provincie is enthousiast. Brabantse ontwikkelingsmaatschappij is enthousiast. Dus we hebben echt wel heel veel steun. En dat vind ik heel fijn. En jullie gaan met je bedrijf nog niet weg uit Giessen straks? Wij blijven daar. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook bij ons werken. En dat vind ik ook heel fijn. En we vinden het heel fijn om samen goed met elkaar te hebben. Dat je het gezellig hebt, maar ook dat je de kost kan verdienen. En we hebben echt een goede streek waar mensen echt goed werken, hard werken. We hebben het liefste mensen uit het land van Heus en Antwerpen. Leuk te horen. Wat is jouw wens voor de toekomst, Henk? Nou, ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen aan de gezondheid, aan goede voeding. En ik hoop ook dat, ik zie ook heel veel problemen, hè, ook in het land van Heus en Antwerpen, vooral bij jongeren. Ook als het gaat over verslavingen, ook over voeding en... Ik hoop dat we daar met z'n allen, ook met het chief, dat we daar misschien ook een klein steentje aan bij kunnen dragen. Dat we dus maatschappelijk dingen kunnen veranderen. Hè? Dat jongeren ook meer zin in het leven krijgen. En ook dat we dus op een of andere manier iets aan kunnen doen, hoop ik. Kansen benutten in de toekomst. Nou, leuk om te horen. Dankjewel, Henk. Rien zit naast me. Rien, schuif een beetje naar voren. Want ik vind het echt een eer, dan meen ik oprecht, dat ik jou vanavond even in het zonnetje mag zetten. Ja. Niet zozeer om wie je bent, maar meer om wat je doet. Want toen wij er met elkaar over hadden, zeg je, ik ben een mantelzorger. Mantelzorgers zijn nodig in de toekomst, maar ook, nou ja, eigenlijk altijd. En daar maak jij je hart voor. Ja, ik moet er wel bij zeggen dat ik me nu mantelzorger light voel, want... Ik zorg voor mijn vrouw, die woont niet meer bij mij, maar die woont in een ander verzorgingshuis, in een verzorgingshuis intussen. Dus het is light. Ik ben niet 24 uur, 7 dagen in de week met haar en weer. En juist voor die mensen, die mantelzorgers zijn er ook in Woudegem. Die mensen doen dat niet als een vrijwilliger, overigens alle hulde voor vrijwilligers, onder het motto iemand moet het toch doen. Maar mantelzorgers, dat overkomt je, dat komt op je weg. De kans dat wij ermee te maken krijgen is best wel groot. Of je krijgt het of je geeft het. En dat doen ze vaak 24 uur per dag, ja. 7 uur in de week. Alleen in Woudegem waren in 2017 3652 mantelzorgers. Okay. Waarvan er 628 heel intensief. Dat betekende dus echt doorlopend, ja. Ook... In moesten ze vaak ook nog verpleegkundige zorg geven. En hoe kom je aan die aantallen? Waar komen die vandaan? Nou, er is een openkoepelende organisatie voor mantelzorgers, Metso. En per 1 januari heet ze gewoon mantelzorg.nl. Maar ook omdat, en dat wou ik vooral zeggen, dat ook hier in Altena, bureau Altena. Dat was het eerste kindje tussen het gedwongen huwelijk tussen Werkendam en Woudegem. En het keek naar de toekomst, wat het heette toen al, Altena. Loket Altena. Ja. Nou, dat is even uitkijken, want dat is de ondersteuning van die mantelzorgers geweest. Die WMO met alle baby-kinderkwaaltjes die er waren. Ze hebben het met z'n allen moeten doen. De gemeente kreeg dat op hun bordje geschoven. Heel onduidelijk. En ze moesten zelf het wiel uitzoeken. En toch is het geluk. Al die ambtenaren, professionals, de vrijwilligers en de mantelzorgers. Ja. Maar die mantelzorgers, ja, dat is heel vaak... Waar zijn ze bezig? Ze zijn bezig thuis of bij een ander in huis. Ook bij instellingen waar ze ondersteunen. En ja, wat ook tegenwoordig heel erg op gaat vallen... is dat er ook een heleboel inwonende jonge kinderen al die zorg moeten delen. En dan kun je zeggen van ja, maar daar zijn toch allerlei instellingen voor. Maar heel vaak is die zorg zo specifiek en kan het bijna ook niet anders dan dat het thuis plaatsvindt. Nou, een compliment voor de WMO-raad, voor...
Bureau Altena, Loket Altena, Trema en al die mensen die dat gedaan hebben, de professionals, maar vooral voor die mantelzorgers. Ja, en ik heb begrepen, Rien, dat er in Woudrichem zelfs meer mantelzorgers actief zijn dan landelijk gemiddeld. Ja, nee, dat was een rekenfoutje van mij. Ik dacht dat 1 op de 4 meer was dan 1 op de 3. Maar goed. Okay. Dus dan is er nog werk aan de winkel. Ja, ik moet nog gaan rekenen. Ja. Maar het is echt 1 op de 4. Dus dat is nogal wat. Ja. En dat zijn dus 3652 mensen in de oude Woudrichem. Dus het echte Woudrichem. Ik vind wel dat er die mensen die... Die hoor je niet. Ze zijn ook vaak moeilijk te vinden. Ze doen het gewoon. Misschien een beetje onzichtbaar zelfs wel. Ja, ja. En er is wel iets voor in het leven geroepen, dat respijtzorg. En dat is die verbinding met vrijwilligershulp. Ik denk dat er een rol ligt voor vrijwilligers. Gewoon, je weet waar ze zitten. Ja, je kunt ze opsporen via Loket, Altena of Trema. Maar je kunt, als je je ogen open doet, weet je ook waar ze zitten. En dan is even een baksken of een boodschapje doen voor die mensen die voor die anderen zorgen. Nou, dat is wel goed te doen. Help. En dat is gelijk mijn wens voor de bewoners. Van, doe je ogen open, ben zuinig op die mensen. Doe het gewoon. Iemand die moet het toch doen. Nou, dat zou jij ook kunnen zijn. En ik vind wel dat de gemeente Altena iets heel belangrijks, dat ze bereikbaar blijven voor alle inwoners. Ik heb het gezegd, met dank aan meneer Terlouw, een touwtje uit de brievenbus van alle instellingen, dat het makkelijk toegankelijk is. En dat er in elke kern een achterdeurtje is waar mensen van de gemeente Altena kunnen zeggen, volk, en dan zeggen ze, kom maar verder. En ik vind wel dat we voort moeten blijven gaan in het toegankelijk maken van niet alleen de bureaus, maar ook de voorzieningen. Duidelijk en niet al te krap, want het is ook een kans. Hè. De gemeente mag daar haar eigen beleid in doen. Dus een touwtje door de voordeur, Rien. Dat is wat er moet gebeuren straks. Ja, maar ook niet moeilijk doen. Hè. Niet moeilijk doen. Buren moeten laten formulieren invullen als je kunt zien. Als elkaar helpen. Ja, en vooral voor die mantelzorgers. Ja. Kun je die mensen een beetje helpen en ontlasten. Ja. Dat was het. Nou, mooi. Om zo'n bevlogen iemand als jou ook te hebben, lijkt me, burgemeester, als inwoner van je gemeente. Ja, dat zie je, dat iemand dan heel dicht bij de mensen staat. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. Wie ook dicht bij de mensen staat, maar dan op een heel ander gebied, namelijk veel meer richting het jongerenwerk, dan ben jij, Petra Geerts. Want ja, er is al 50 jaar lang elke zomer in Almkerk een feest. Dat wordt georganiseerd door de Stichting Jongerenwerk Almkerk. En daar ben je bij betrokken. Ja, sinds 2008. Ja. En de zomerfeesten inderdaad, die lopen al een aantal jaar. Maar de stichting die bestaat in 2019. Als we dus al een gemeente Altena zijn, dan bestaan wij 50 jaar. Kijk. Dus een hele prestatie. Ja, en het mooie van jullie stichting is ook daar alleen maar vrijwilligers, hè, die daar werken. Ja, alleen maar. Soms dan werk je met instanties van buitenaf en dan vragen ze van, oké, en wie is jullie overkoepelende orgaan? Of aan wie geven jullie verantwoording? Of dat is dus eigenlijk niet. Dit zijn wij en dit is de groep. En we doen het met elkaar. En uiteraard worden we wel gesteund door de gemeente en door iedereen die ons op wat voor manier dan ook helpt. Maar dit is de groep. Wij en de doen. Samenwerking met de gemeente, is dat dan een vergunning aanvragen en zorgen dat dat geregeld wordt? Of komt er meer bij kijken? Ja, absoluut. De vergunning aanvragen natuurlijk. Voor ons het belangrijkste, voor het organiseren van de zomerfeesten. Maar ook de adviezen die ze geven. We zijn nu bezig met Benedenpop. Dat is een festival waarmee we ons jubileum vieren, ons 50-jarig bestaan. Dat is de 3e editie. En ook daarin hebben we al meerdere keren bijvoorbeeld een vooroverleg gehad, waarin ze ons tips geven. De brandweer en de politie natuurlijk, die u net ook zag, die denken daar heel erg in mee. Want we zijn ook nog best wel jong. En dan is het wel fijn dat al die mensen met al die expertise voor je klaarstaan. Ja. En moet ik me zo voorstellen, je zit een aantal jaren in een bestuur, dan ga je weer en dan draag je het stokje over aan nieuwe mensen, andere jongeren. Ja, dat klopt. Ik heb afgelopen zomer, of eigenlijk de zomer daarvoor, heb ik mijn voorzitterschap overgedragen aan Sjoerd Groeneveld. En daarvoor was ik dus een aantal jaren zomerfeestenvoorzitter. En zo gaat dat eigenlijk steeds weer door, ja.
Ja. Zo hou je de groep ook een beetje jong, hè? Een beetje frisse wind. Dat is een doelstelling van jullie, om echt bereikbaar te zijn voor de jongeren. Ja, maar ook wel de zomerfeesten. Daarin willen we iets betekenen voor het hele dorp. Dus daar, wij organiseren ook een bingo in het verzorgingstehuis. We hebben een timmerdorp voor de kinderen. Dus wel door jongeren, voor jongeren, maar eigenlijk ook wel voor het hele dorp en de hele regio. Ja. Ja, maar allemaal begonnen in Almkerk inmiddels. Vanuit heel Altena en daarbuiten eigenlijk, dat er mensen naar jullie activiteiten toekomen. Ja, toevallig waren we vorige week wel in de Soos, maar we waren niet open op vrijdag. En toen stonden de jongens uit Hardingsveld voor de deur. Die dachten dat we open waren, maar inderdaad, uit heel de regio. Dus wat dat betreft, als we Altena worden, verandert er voor de Soos niet heel veel direct. Want we hadden best al wel een regionale functie. Met onze feesten. Ja. Wat is jullie wens voor de toekomst? Mijn wens is dat de Soos nog eens 50 jaar bestaat. En ik zie dat ook echt wel positief in. Want als we nu iets gaan organiseren. Iedereen is in Almkerk zeker is betrokken geweest bij de Soos. Draagt ons een warm hart toe. En dat is zo ontzettend gaaf om te zien. Dus ik denk als iedereen dat blijft doen en die blijft de Soos steunen, dat we zeker nog 50 jaar kunnen bestaan. En mag jij dan ook nog 50 jaar daar vrijwilligerswerk doen? Nee. Dat lijkt me misschien... Nee, ik denk dat ik hem over een poosje ook afzwaai bij de Soos. En dan draag ik het stokje weer over aan de nieuwe generatie. Maar ik zal altijd klaarstaan als ze me nodig hebben. Leuk om te horen. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar mijn laatste gast aan tafel. We lopen ook al in de tijd uit. Ja, zo gaat dat. Maar daar hadden we al een beetje voorspeld toch? Ja, maakt ook niet zo heel veel uit wat mij betreft. Katrien Brandenburg. Bewoner in Woudrichem. Manetje van alles in Woudrichem. Zo heb ik je een beetje getiteld. Vrijwilligerswerk. Heel veel vrijwilligers hebben we al gehoord. Maar ook daar maak jij je hard voor. En een hoogtepunt... had te maken met het feest 650 jaar stadsrechten van Woudrichem. Het mooiste feest wat we ooit gevierd hebben. Ja, vertel over dat feest. Waarom was dat het mooiste feest, Katrien? Omdat de hele stad meedeed. Iedereen. Wil je iets dichter naar de microfoon? Mensen waren allemaal verkleed. Iedereen deed mee aan de verkleedpartijen. De straten versierd, de huizen versierd, binnen en buiten. We hebben dagen feest gevierd. Het mooiste feest wat we ooit gedaan hebben. Wat was jouw rol daarin? Ik heb meegedaan in de dansgroep, historische dansgroep. We hebben een dansgroep opgericht. Eerst moesten we historische muziek mooi gaan vinden. Dat vonden we dus helemaal niet. Maar naarmate we meer gingen oefenen, werd het dus steeds mooier en steeds gezelliger. We zijn maandag bezig geweest en dit was het resultaat. En we hoorden net al dat de koningin bij ons is geweest. We mochten het volgende jaar, toen de koningin bij ons was, mochten we ook voor de koningin dansen. Ja. Dat is helemaal geweldig. Eigenlijk had dat feest een beetje, was de voorloper eigenlijk van Koninginnedag. Hè? Want ik heb begrepen dat toen ook iemand vanuit de provincie er was. En die dat gezien had en die zo enthousiast werd voor Woudrichem. Ik denk omdat jij stond te dansen. Ja, mevrouw Meijer, die vond dat heel mooi. Ja. 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 We hebben het ook over hoogwater gehad in het voorgesprek wat we samen hadden. Dat heeft indruk gemaakt, hè? Ja, Woudrichem is verschillende keren getroffen door hoogwater. Ja. En met name in 1995 was het heel dreigend. Maar gelukkig hebben we natuurlijk Bart achter ons, hè, die goed voor het landschap zorgt. En we zijn gespaard gebleven, maar het was wel dreigend dat we bijna moesten gaan evacueren. In Gorinchem moesten mensen evacueren. Ja. En wij nog net niet. En gelukkig hebben we veel vissers in Woerikum die dan van standen van water weten en van wind en zo. Dus die voorspelden dan dat het goed zou kunnen gaan. Dan voel je je veilig. Ja, maar toch een paar dagen niet, hoor. Nee. Nee, niet echt. Nee, dat lijkt dan alweer zo lang geleden, hè, 1995. Ja. Ja. En water heeft ontzettende kracht, hè. Want als je zag hoe soms... ik heb gezien dat er een container over de rivier ging. Die ging als een lucifersdoosje voorbij, hè. Ja. En het was zo hoog. Dus de balken zaten in de poort naar de pont toe. Toen ging men een brug bouwen. En ik stond daar te kijken. Ik was ook ongerust. En toen stond ik daar en toen dacht ik... Zei ik tegen de man, is dat echt zo nodig dat dat zo hoog wordt? Toen zei ze, ga ik aan er straks niet meer onderdoor lopen. En dat was dus echt zo, hè. Moeten wij je voorstellen, 1,67 en dan naar de pont, hoe dat je dan niet meer lopen kan, hè. Dus kan er nou genoeg dreigend het water. Ja. Ja. Ja, dat maakt indruk. Dat was angstig. Maar gelukkig zijn er nou een aantal maatregelen genomen. Deltawerken zijn versneld. Dus,
We zijn nou veilig geworden. Ja. En nog even terug naar het vrijwilligerswerk. Want de dans tijdens 650 jaar stadsrechten voor Woudrichem. Dat doe je niet alleen, dat doe je met heel veel andere mensen. Hoe motiveer je nou zelf mensen om mee te doen aan dat soort activiteiten? Hè? Om het een succes te maken. Enthousiast beginnen, hè? Plannetje bedenken en mensen vragen. Nou, dat werkt wel. Maar doe je dat dan alleen in je eigen kringetje of ben je breder aan het zoeken en probeer je ook anderen te motiveren? Ja, wel hoor, breder. Jawel hoor. Ja. En blijf je daarmee doorgaan straks? Ja? Ondanks dat het gemeente Altena wordt? Ja hoor. Ja. Leuk. Nou, dankjewel Katrien Brandenburg. Voor jouw enthousiasme in Woudrichem. Ik denk, burgemeester, dat u dit soort mensen, zoals hier aan tafel, heel erg gaat missen. Ja, kijk, u heeft natuurlijk nu al die mensen gehoord wat zij doen. Ik zou zeggen, een soort doorsnee van onze samenleving. En ik kan zeggen dat ik met de meeste van deze mensen ook goede contacten heb gehad. Eén wat meer dan wat minder. Met Katrien. Ja, Katrien kom je eigenlijk overal tegen. Die is verkeersregelaar en die staat. En dan is het weer bij de kerk die oog open moet worden. En overal kom je ze tegen. Dus dat zijn natuurlijk wel de mensen die. Ja, echt het uitmaken in jouw gemeente als vrijwilliger om op die manier zich in te zetten voor de inwoners van de gemeente. Ja, ik zei net al, dat is het cement eigenlijk van onze samenleving. Ja. Daar ben ik heel trots op. Hoe moet de gemeente Altena straks de focus gaan houden op de samenwerking met dit soort bijzondere mensen? Nou, ik heb al meerdere keren op verschillende plaatsen gezegd van het is belangrijk dat je vooral oog blijft houden, want laat ik zeggen, het gevaar is natuurlijk groot bij schaalvergroting dat de afstanden groter worden. En mijn boodschap is ook naar de nieuwe gemeente toe, naar 21 kennen, hou de mensen in het oog en ga naar buiten en houd contacten met die 21 kernen. Dat is denk ik de rode draad die er doorheen loopt. Nou, mooi. Burgemeester, ik heb begrepen dat u zo officieel Woudrichem gaat afsluiten, min of meer. Ga naar uw positie om dat te doen. Ik heb begrepen dat u dat het liefst staand wil doen. Ja, ja. De burgers toe te spreken. Het is ook een van de laatste momenten dat de burgemeester dat kan doen voor de gemeente Woudrichem. Pak de microfoon, dan gaan we zo meteen naar u luisteren. Ik dank mijn gasten aan tafel in ieder geval. Dat waren Henk Schouten, Rien van der Kreken, Petra Geerts, Katrien Brandenburg. De burgemeester natuurlijk, Bart Portsken en Hank van Helden. Dank jullie wel voor jullie toelichting. Ja, dames en heren. Allereerst buitengewoon dat u vanavond allemaal gekomen bent naar deze bijzondere afscheidsbijeenkomst. Want ik zeg wel eens, we nemen afscheid van de gemeente en de gemeente neemt afscheid van ons. En fijn dat u de moeite genomen hebt om dit mee te beleven. Maar ik wil eigenlijk allereerst al die mensen bedanken die dit afscheid hebben mogelijk gemaakt. Als u weet wat er vandaag hier gebeurd is. Ja, ik heb het al meer gezegd, dus dat geeft ook iets aan van de kwaliteit van Woudrichem. Daar zit zoveel werkkapitaal in. Buitengewoon, dat is top gewoon. Maar ik wil daarbij ook alle vrijwilligers die zich hebben ingezet. En dat zijn er echt in de gemeente Woudrichem met alle kennen erbij honderden. Misschien wel meer dan 1000, ik heb ze nooit geteld. Maar overal waar wij komen, ervaar je dat de mensen zich zo op die manier weten in te zetten, omdat ze een hart hebben voor de gemeente. En ik wil u dan ook namens mijn vrouw, alle inwoners, alle mensen die wij ontmoet hebben, ook die we niet ontmoet hebben, bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen in die bijna 5,5 jaar dat ik hier mocht werken. En ik heb ook de gezondheid gekregen om dat mooie werk te doen. En ook heel veel dank voor de goede contacten, de persoonlijke contacten die we hebben gehad en nog hebben. Dank aan de politie en de brandweer. Alle verenigingen, instellingen, scholen, ouderenbonden, bedrijfsleven. En ik zei het al, heel veel dank aan de honderden vrijwilligers. Ik heb even na laten kijken wat dat dan ook betekent voor een burgemeester. Ik heb in de afgelopen 5,5 jaar 159 echtparen mogen bezoeken. 50 jaar, 60 jaar getrouwd. In die jaren ook een aantal mensen koninklijke onderscheiding mogen opreiken. Dat waren er ook meer dan 30. En dat is juist mooi dat je op die manier ook gaat zien wat dat betekent. Wat er leeft in die samenleving en onder die samenleving.
En wat ik dan belangrijk vind, en dat heb ik op meerdere plaatsen gezegd, dat is die verbondenheid en die betrokkenheid, dat dat zo waardevolle aspecten zijn in en voor het openbaar bestuur. Verbondenheid en betrokkenheid. En dat vertrouwen van onze inwoners in de overheid ontwikkelt zich in een bepaalde relatie, in een bepaalde verhouding naar de mensen toe. En dat betekent dus dat je ook laat zien dat je de belangen van onze inwoners serieus neemt en dat ook zichtbaar maakt. En dat die belangen worden gekend en erkend, dat ook die mensen bij de beleidsvorming nauw betrokken zijn. Dat is denk ik een van de belangrijkste aspecten van het openbaar bestuur. En het mooie hierbij is dat er manieren zijn waarop je bouwt aan vertrouwen. Dat is een beetje de rode, dus een beetje de basis van het bestuur. En dat betekent dus ook trouw zijn aan je gemeente. Dat betekent ook een binding maken met je gemeente en verbindend bezig zijn. En ik heb geprobeerd, soms met vallen en opstaan, om dat ook vanuit mijn verantwoordelijkheid in praktijk te brengen. Om ook echt het welzijn van de gemeente op het oog te hebben. En dat is natuurlijk een prachtige opdracht om dat te doen. Bouwen en bewaren. Dat is ook een beetje, we hebben van de week dat symposium, dat gaat ook over het rentmeesterschap. Dat heeft alles te maken met bouwen en bewaren. Als mens ben je eigenlijk ook een beetje een beeldhouwer. Hè? Een beeldhouwer, je geeft vorm aan die samenleving, je geeft vorm aan je eigen identiteit. En dat vertaal je naar die samenleving. Want je bent iemand, je staat ook ergens voor, je hebt een opdracht meegekregen voor de inwoners, voor de hele gemeente, voor alle inwoners. En het was voor mij, en ik zeg ook voor ons college, ook een eer om dat te doen. En ook een genoegen om die overheid, het klinkt een beetje misschien ouderwets, maar die overheid te dienen. En dienen, daar zit iets van dienstbaarheid in. Dat kun je nooit alleen. Dat doe je aan de ander, aan elkaar. Samen te leven, samen te werken en samen te bouwen en te bewaren, letterlijk en figuurlijk. Dus dat betekent ook dat je elkaar ruimte gunt en geeft. Dat is ook soms lastig in het openbaar bestuur. Gun elkaar ook wat ruimte om dingen tot stand te kunnen brengen. Met begrip en respect voor ieders eigenheid en identiteit. En dan gaat het natuurlijk helemaal niet om dat populisme wat heel vluchtig is, wat weer voorbij gaat, dat zijn dagkoers, om het zo maar te zeggen. Nee, het gaat dus allemaal tijdelijk. Het gaat om genegenheid, om respectvol bezig te zijn. En dat bindt, dat zijn de elementen die binden en verbinden. En ja, dan laat je je hart echt spreken. En dat ervaren mensen ook echt, dat voel je ook, ook bestuurlijk. Dames en heren, het was een prachtige tijd hier in Woudrichem. We hebben dat, mijn vrouw en ik, met heel veel voldoening en genoegen mogen beleven. Met velen hebben we lief en leed gedeeld. Daar zou ik veel over kunnen zeggen. Dat heb ik op andere manieren gedaan. Ik denk aan heel veel mensen die het moeilijk hebben. Die in stille armoede leven. Die problemen met gezondheid, met relatieproblemen. Dat zie je natuurlijk ook als je heel ver in de samenleving bezig bent. En daarom is het denk ik van belang om ook naar het nieuwe bestuur. En ik bedoel dat niet belerend, maar ik wil het toch graag meegeven wat van belang is voor het openbaar bestuur ook naar de nieuwe gemeente toe. Wat hebben we nou voor bestuurders nodig om dicht bij die samenleving te staan? Want we staan aan de vooravond van een prachtige, boeiende en ingrijpende uitdaging. Laten zien wie je echt bent en waar je voor staat. Wees vindbaar, wees begrijpelijk, wees ook persoonlijk. Wees zorgvuldig in de besluitvorming, wees integer en wees betrouwbaar. En dat ervaren mensen ook, dat voelen mensen ook, dat je het vanuit een oprecht hart, vanuit een oprechte grondhouding goed bedoelt met mensen. Onze samenleving, onze nieuwe gemeente vraagt dus om geborgenheid en veiligheid, ook in die bestuurlijke context. En de bereidheid om ook samen te investeren in die samenleving. En ik zeg er daarbij, onze samenleving vraagt, de samenleving, de inwoner vraagt om één agenda. Niet om een dubbele, maar één agenda.
En wat is dan mooier om op die manier het leven te dienen, mensen te bezielen en ze op te roepen tot om echt iets te betekenen voor elkaar vanuit een oprechte, integere grondhouding. En ik spreek de wens uit aan u allen, dat God u mogen zegenen in uw dagelijks leven, uw persoonlijk leven, gezinsleven, maatschappelijk leven, waar dan ook. En op die manier samen te werken aan en voor de welstand en welzijn van onze nieuwe gemeente Altena. En haar inwoners, naar eed en plicht. Een prachtige opdracht, vindt u niet? Het gaat u in alle opzichten heel goed. Woudrichem, bedankt. Ja, en dit is ook het einde van het programma Woudrichem slaat af. Ik denk al mijn gasten, er is een bloemetje voor ze. Ook het college van BNW, Isaac Koerdoot, Paula Joritsma, Renze Bergsma, natuurlijk de burgemeester. En alle mensen die hier aan tafel hebben gezeten, fantastisch. Het Anders van Varenkorps voor de muziek, dank jullie wel. En ik denk dat we met elkaar een biertje gaan drinken. Woerkums bier, dat dan wel, want dat blijft, gelukkig maar. Er zijn nog een aantal mensen die een wens uitspreken. Ik wens u een fijne avond en tot kijk. Woudrichem, een plekje van eigenlijk uiterste. Een prachtige historie, rijke historie, van mooie gebouwen. Daarnaast eigenlijk toch wel een arm vissersleven. Woudrichem, dat met stadsrechten en visrechten die we moeten behouden. Gaat dadelijk onderdeel worden van de 21 kernen van Altena. Daar zoeken we de samenwerking. Woudrichem heeft ook een rijksverenigingsleven, net als al die andere kernen. En daar gaat het eigenlijk juist ook om. Die samenwerking die we moeten vinden met z'n allen. Erkennen dat er verschillen zijn en de overeenkomsten opzoeken alsjeblieft. Nieuwe bestuurder van de gemeente Altena. Onze inwoners ook een goed leef- en woonklimaat garanderen. Daarbij behoud van onze kernen, onze 21 kernen, met eigen identiteit, zal zeer belangrijk zijn naar de toekomst toe. En dan komt het helemaal goed in de nieuwe gemeente Altena. Ik wens een ieder daarin heel veel succes en de ballen. En de gemeente Woudrichem. Nou, eigenlijk doet me dat des te wel wat. Want ik heb hier nou een belangrijk deel van mijn leven toe doorgebracht. Vanaf 1973 tot 2011. En al die jaren toen bijdrage kunnen en mogen leveren aan de gemeente Woudrichem, zoals je dus nu uitziet. Vooral op het gebied van ruimtelijke ordening, monumentenzorg. En vooral monumentenzorg, dat heeft echt mijn hart. En dan hoop ik ook van ganse hart en al wat de afgelopen jaren is bereikt, veel gerestaureerd. Ook in de vesting Woudrichem vooral, dat ook de nieuwe gemeente daar ook weer heel veel oog voor zal hebben. En niet alleen voor Woudrichem trouwens, maar het totale monumentenbeleid of alles wat cultuurhistorisch erfgoed betreft, dat dat ook in de nieuwe gemeente Altena in goede handen is. Met de samenvoeging van de drie gemeenten breekt er een nieuw tijdperk aan voor Altena. Mijn wens is dat er een open en transparante gemeente ontstaat waar betrokken, creatieve en ondernemende bestuurders en ambtenaren niet gehinderd door eigen belang of dogma's en met oog voor de samenleving en de ontwikkelingen daarin bijdragen aan een cultuur waarin iedereen oog heeft voor elkaar en waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar eigen talenten te ontwikkelen en daar ook iets mee te doen. Ik heb met de gemeente Woudrichem altijd op een hele prettige manier samengewerkt. En ik hoop dat we ook in de gemeente Altena op deze manier samen verder mogen gaan. En dat wil ik ook graag nog zeggen, dat ik wens aan bewoners en bestuurders in alles God zegen toe. Ik ben Sarah Kosnau. Ik ben lid geweest bij de Jongerenraad Woudrichem. Mijn wens voor gemeente Altena is dat jongeren een stem zullen krijgen. Een stem voor jongeren is heel erg belangrijk, want zij zullen ook de toekomst worden. Binnen de gemeente Woudrichem hebben wij als jongeren onszelf proberen te laten zien. Mijn wens voor Woudrichem is dan ook dat binnen de gemeente Altena en jongeren altijd een stem zullen krijgen en mogen hebben. Ik wens alle inwoners van de gemeente Woudrichem een hele mooie gemeente Altena toe.
Jullie zijn altijd elk dorp heel sterk geweest. Sterk in het verenigingsleven, sterk in de gemeenschap met elkaar. Houd dat vast, want dat is waar het om draait. Of je nou gemeente Woudrichem heet of gemeente Altena. Blijf geloven, elk dorp opnieuw, in haar eigen kracht. Dat wens ik jullie toe. En dan zal je zien, gemeente Altena is zo slecht nog niet. Het gaat jullie goed. Naar trekken en duwen aan iedereen en alles, zijn we uiteindelijk gemeente Altena. En ik ben blij dat ik dat achter kan laten als ik vertrek als raadslid van de gemeente Woudrichem. Ik vind het geweldig om te ervaren dat er zoveel bewoners van Altena iets moois willen doen voor een ander. En ik hoop dat ook in 2019 veel mensen betrokken willen zijn bij de activiteiten die de Hartenbrigade organiseert. Graag tot ziens in de jaren.